Een felle uitslaande brand heeft in het eerste uur in de nieuwjaarsnacht van 2023 de oude congregatiekapel aan de Meester van Kootstraat, de Hermij in Veghel, volledig in de as gelegd. In het monumentale pand, ontworpen door architect Pierre Kuipers, was van 1980 tot 2018 een moskee gevestigd. De afgelopen jaren stond het gebouw leeg. De brand ontstond rond 1:30 vannacht. De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse en werd geassisteerd door brandweerkorpsen uit andere kernen van Meijerijstad. Volgens de veiligheidsregio Brabant-Noord heeft men het monumentale pand gecontroleerd laten uitbranden. Tevens liet men weten dat door de gunstige windrichting de naastgelegen Sint-Lambertuskerk geen gevaar heeft gelopen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de vroege ochtend op Nieuwjaarsdag was pas goed te zien hoe groot de schade is.